Dag medecraftiesten. Ik wilde eigenlijk niet verklappen waar we vandaag mee bezig gaan. Maar ik denk dat jullie het wel kunnen zien. Het is de jellyplate. Die is al een tijdje niet in beeld geweest. En er zijn misschien ook kijkers die de jellyplate gemist hebben. Ik wel in ieder geval. Ik ga vandaag met twee nieuwe technieken werken. Met een plastic kaartje. Dat kan een bakpas zijn. Dit is toevallig een IKEA-pas. Een oude. Ga ik verf over de jellyplate uitsmeren. En met de brayer ga ik daarna met zwart over de jellyplate. En op een stuk karton ga ik een tekening maken met een crayon. Een wasco-krijtje. Een zwarte of een andere kleur ligt eraan. Zwart kan ik hier natuurlijk niet op zien, dus misschien geel. Dan ga ik een tekening op maken en die ga ik op de jellyplate proberen te drukken. Maar, voordat we dat gaan doen, hebben we eerst wat achtergronden nodig. Dus die gaan we maken. Zullen we beginnen? Maar ik ben nog niet klaar. Bubble wrap. Ik til deze even op om jullie te laten zien dat hier al prachtige kleuren zitten. Alleen al van het bubble wrap papier. Dit zijn plaatjes van de HEMA. Dat is een soort van kaartenmaken set. Voor kinderen, dus daar moet je zijn. Als je deze zoekt. Geloof. Het zat in een belachelijk grote doos overigens. Dat mag anders, HEMA. Maar je kunt er ontzettend leuke prints mee maken. Hier gaan we een afdruk van maken. Ik pak een art journal. Deze kaft heb ik zelf gemaakt. Het was een zwarte kaft. Daar is een videootje van. En de link vind je rechtsboven in het scherm. En ik wilde hem nooit gebruiken. Want ik hou niet van zo'n spiraal. Maar vandaag wel. Vandaag ga ik deze voor het eerst gebruiken. Ligt die er netjes op? Bijna. Maakt dat uit? Ligt aan jou. En dit is de pagina. En de rest van de pagina's. Dit is met dat peacock er doorheen. Vind ik hem echt heel leuk geworden. Dus we pakken nog een ander papiertje. En het grappige van de jellyplate. Of ja, je kunt er elk soort papier op drukken dat je wil. Dit is een oude kalender van Flo. Zo is die geworden. Dus er zit al een hele leuke tekening achter. Daar hoef ik eigenlijk niet zo heel veel meer aan te doen. En we pakken een oude print. Dit is volgens mij een print geweest zoals deze. En die gaan we nog iets mooier maken. En dat is gelukt. Dit noemen ze de ghost prints. Dit is overigens al een derde generatie print of een tweede ghost print. Volgende lagen. Ik laat de jellyplate vies. De verf heeft, toen ik hem eraf trok, een print achtergelaten. En dat ga ik eens bekijken. Dit is een oude envelop. Een paar kleuren. Zo mooi zacht. Ga ik dat wel doen? Dat vind je. De achterkant. Ik kan deze kant er nog half afknippen. Ook dit was een rotzooi ondergrondje. Net als deze. Ik vind die ook wel mooi. Ik moet hem niet gaan verpesten. Dat is lastig. Als je een weinig ruimte hebt en je vindt je eigen afvalprintjes ook leuk om te gebruiken in nieuwe projecten. Hier staat mijn adres op, dus dat hou ik even. Ja, nu is die beter.
En deze wordt al een stuk interessanter. Het is een patchwork-achtig iets. En dit vind ik prachtig. Een beetje vintage-achtig. De kleuren zijn... Wauw. Ja. Daar ben ik blij mee. En dan ga ik nu dus met het andere proces beginnen. Ik heb een stuk karton. Hier zat een stencil in. Daar kwam met een stencil. En die bewaar ik. Omdat dat handig is voor andere projecten. En daar ga ik een tekeningetje op maken. Want dan zijn jullie ook in beeld. Ik gebruik de zwarte zodat jullie het kunnen zien. Zal ik hem zo neerleggen. Dat is misschien wel handig, want zo ligt nou ook mijn jellyplate. En wat gaan we tekenen? Dus daar pak ik wat verf, zwarte verf. Want dat is de kleur die ik straks terug wil zien. Als tekening. Die neemt de zwarte inkt af. De meeste zwarte inkt. En die ga ik even snel werken. Met een droog ondergrondje. En dan hoop ik, echt waar, ik hoop dat dit lukt. Als dat zo is, mag jij een rondedansje doen. Want ik zit en ik ben aan het werk, hè? Dat snap je wel. 1, 2, 3. Kijk nou. En mijn plaat is schoon. En ik heb een tekening. Dit is wel een heel, heel leuk effect. Want hiermee is de ondergrond ook af. En het leuke is, deze ga ik gebruiken voor een boekje. Met een baby wipe schijn je dus de verf en weer, oh, en ook de wascode eraf te halen. Handig, dat was dus niet de bedoeling. Maakt niet uit. Ik ga nog een laagje zwart doen. Ik ga nu even de andere zwart proberen. En je kunt er inderdaad nog meerdere printjes van trekken. Dus zo krijg je een ontzettend leuke opbouw van lagen. Nou, ik ben helemaal blij. Ik had bedacht dat ik nog een tekening wil maken. Het is natuurlijk een andere ondergrond. Dit wordt een soort van zelfportret. En op een zelfportret moet je er natuurlijk altijd mooier uitzien dan in het echt, hè? Dit gaan we proberen. En dat ga ik even met een ander kleurtje in doen dan zwart. En het wordt deze. Dus wat zou hier mooi geweest zijn? Zullen we daar oranje overheen doen? Om het uit te proberen. Hier gebruiken we dus gewoon weer de brayer voor. Ik masseer er goed. Kijken of dit het gewenste gebeurt. Ja, er gebeurt wel wat. Er gebeurt wel wat. We gaan eens kijken of dat erop komt. Kun jij misschien niet zien, maar ik zag mijn afdruk op de plaat. In het zwart. En hij staat hier nog steeds in het zwart. Maar op geen enkele manier op het papier. Dus dat, ja, gewone karton werkt niet. Hebben we ook weer ontdekt. Ik vind het wel een hele leuke border gekregen hebben.
ik hoop dat dit wel werkt. En dat het een leuke test is. Dan moet ik natuurlijk geen rood op doen, of wel? Wat ga ik doen? Wat ga ik doen? We gaan het proberen. We gaan kijken. Maakt het uit. Risico's nemen. Ja. Dus, rode ondergrond. Eraf halen. Pak deze weer. Die is op de droog. De verf is zo dun. Dat gaat wel. Leg hem op de plaat. Geef hem het papier en de jellyplate wat liefde. En kijk wat er gebeurt. Wat gebeurt er? Ja. Waarom ging die andere wel? Want hier begin ik dat zwarte doorheen te zien. En het resultaat is prima. Maar niet echt wat ik in gedachten had. Komt omdat het geen zwart is. Zou dat het zijn? Gaan we het nog een keer proberen. En laten we hopen dat er nu wel wat gebeurt. Hier is wat afgegeven. Het is rood geworden. Dus pakken we nog een plaatje erbij. Een afvalplaatje. En dan maken we de ghost print. In de hoop dat nu ook de tekening van het papier afkomt. Je ziet hier het papier dus meer bobbelen, want het is dus dat wat dunnere papier. En jawel. Het geeft een grungy effect. En ik zie toch echt mijn rondje, mijn driehoek, mijn vierkant. Ben ik helemaal overtuigd van deze techniek? Ik weet het niet. Ik vind het wel een hele leuke uitkomst. Maar ik had gehoopt dat er veel meer, ja, dat ik de tekening veel meer zou zien. Oefenen. En misschien heb ik gewoon het verkeerde papier of toch de verkeerde crayon. Maakt niet uit. We gaan gewoon verder met oefenen. Deze ga ik ook nog even opbergen. Want dit vind ik wel echt een heel spannend printje geworden. Ik ga nog even verder met de jellyplate. Ik ben helemaal enthousiast weer. Het was ook te lang geleden. Als je nou geïnspireerd bent door deze video en je denkt, ik ga ook weer met de jellyplate of ik ga er eentje kopen, geef me dan een like. En als je gewoon de video leuk vindt, mag je me ook een like geven. Hartstikke fijn. Als je nou abonneert op mijn kanaal en daarnaast op het belletje drukt, dan krijg je elke keer een melding wanneer ik een nieuwe video op YouTube heb gezet. Je kunt me ook vinden op Facebook. facebook.com/kraftiestemw/. Ik zet het ook in de omschrijving en je ziet het in beeld verschijnen. Ik dank je wel voor het kijken. Ik vond het fijn dat je er was en ik hoop je snel weer te zien.